zijn mannen die elkaar door en door kennen eigenlijk. Vrienden, ploegmaats, vroeger met elkaar gespeeld. Dat zie je aan die gezichten. Dat was het. Dus hier wel getraind, de Belgen niet, een beetje een gewoonte, de ritueel om er weer op te stoppen. Sadli, 30 km per uur tegen de Argentijnen. Nummer 2 op de lijst is overigens Cristiano Ronaldo, daar gaat hij al. Met 34 uur. Zijn snelheid en Dembele in de buurt inderdaad, om Mbappé mee af te stoppen. Maar als hij weg is kun je hem echt niet volgen. Het geduldige opbouwwerk van de Fransen, dat kennen we. Het is een ploeg die afwacht. Sommigen doen het een beetje afwachtig, wachten tot het moet, zoals de hele Argentijnen als ze erachter kwamen. Dan komt plots alles, voor de rest wachten. De Denen natuurlijk, die mag. Zelfs tegen Australië, Peru. En hij heeft de dom. Cavani gaat inderdaad afzien tegen deze Eden Hazard. Cavani, nu speelt hij met Stoeken, maar die komt ook van Lumiers. De Bruyne. Een vallende bal, goede bal. Niet meteen door te gaan. Goed dan met Tavar. Hij staat al mee. Dat lijkt me wel gek. Titi. Nou, een heel ander verhaal dan tegen de Brazilianen. Company. Sterke man tegen Brazilië. Daarom kijkt hij de weg daar van Kanté. Dat moet hij kunnen. Rafael Varane, zie, hij denkt snel, Kevin De Bruyne. Hij gaat alleen, Varane ziet dat zo wel gaan gebeuren. Lukaku probeert de ruimte te vinden. Dat is een stoel in elkaar even. Hij had een score op zo'n fase tegen Uruguay. Schitterend voor zijn man. Sadli, hij is de mogelijkheden, hoe dan ook voor de Belgen. Twee keer Hazard, drie keer score. De linker Loris moet alweer redding brengen. De Belgen, de beste kansen. De Belgen zijn baas. Dan gaat hij weg. Dat is Spanje in de Bruyne. Een rijke goal nodig. Dan Lukaku om in de markt te komen. Die is Sadli proberen van voor te brengen. Zotzi. Daar is een Mbappé. Een duur snelheid, nee, wacht even.
zo raar in alweer van Thibaut Courtois. Nou, dat kan graag hier nog niet gebeuren. Hoekschop rood voor de Fransen. Dan blijft de voet naar de bal toe, op zijn hakken. De linker van een Tolisso. Dan weer de boven. Wat er gebeurt, de doelman van de Noord-Oekraïne. Is dat vreemd? Ja, ik vind het niet goed. Ik vind het niet goed. Maar 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 ik vind het niet goed.